Oké, we gaan de Goonies Return spelen van Blueprint Gaming. Nou, over deel 1, het origineel, hebben we al een review gemaakt. Dit is het vervolg. De server deed de verbinding. Oh nee, ik had hem net al heel eventjes kort gespeeld. Dus we gaan beginnen met inzet van 60 cent. De opzet van het spel is eigenlijk hetzelfde gebleven, met dezelfde features. Dus dat skelet daar rechts, die kan gaan gloeien en dan komt er een soort klik-en-win systeem, waardoor je kan kiezen uit drie verschillende sleutels. En dan komt er een bepaalde feature naar boven. Nou, die drie bonussymbolen, of dat bonussymbool, daar moet je er drie van hebben, deze dus, om de bonus te pakken. En ja, dat werkt zoals je dat bekend bent van het origineel, maar ook eigenlijk van Blueprint Gaming. Dan heb je een soort bonuslevels, dus je hebt zes verschillende bonussen. En ja, van een het zijn allemaal unieke bonussen, maar de meest linker bonus is het laagst, daar win je de laagste prijs mee. En met je hebt dan de Big Willy bonus, dat is de hoogste. En die valt bijna nooit, maar daar kan je echt wel dikke prijzen mee winnen. Ja, verder is het eigenlijk een exacte kopie. Er zitten eigenlijk twee verschillen in. En dat is dat de plaatjes zijn geüpgraded. In de zin dat zijn voorzien van een iets mooier design. En de bonussen zijn anders, dus dat is wel leuk. Dus als je van de eerste Goonies houdt, dan is deze ook echt wel leuk om te spelen. Ja, het enige nadeel is dat doodskop. Oh, nou gaat het. Net als ik over praat, wil beginnen, dan. Oh. Zoals ik zeg, als hij gaat gloeien en hij wordt poen, dan krijg je dus die feature. En ja, dat kan nog wel eens best lang duren voordat hij valt. En als die valt en je kiest de verkeerde feature, dan kan je ook nog zo echt van die flutprijsjes winnen van 3 euro, 4 euro, 5 euro, etc. Maar oké, dat is met alle gokkasten. Maar heel af en toe gaat hij dus ook gloeien zoals je net zag. En dan valt alsnog niet die feature. Dus hij moet echt groen worden. Nou, alles draait eigenlijk om die bonussen. En dan ja, de eerste paar bonussen die kan je eigenlijk. Ja, als je ze nog nooit gespeeld hebt, is het leuk om ze een keer te doen. Maar het grote geld zit dus in die laatste twee bonussen. Dat was eigenlijk bij de eerste ook het geval. En ik zeg wel, als hij er geen zin in heeft, dan kan hij aardiger gaan. Je kan ook wat sneller op de knop rammen. Voor de ongeduldige. Dan gaat het dan iets sneller. Ja, persoonlijk hou ik daar niet heel van, maar dat meer als ik gewoon als je snel een bonusje wil hebben. Maar dan kan je dus ook reeds snel door je geld heen gaan. We doen het tot de 90 om te kijken of we de fietsje kunnen pakken. Nou, kom op. Oh, het zou hem voorbij komen. Hij laat trouwens best vaak twee van die bonussymbolen zien. Dat wil me niet heel veel zeggen. En ik kan soms de bonus 4 of 5 keer achter elkaar geven en soms kan het een half uur duren. Ja, wat valt er verder over te zeggen? Ja, ik weet qua symbolen gewoon de standaard Team Mevrouw Aas Koning. En de plaatjes waarvan. Ja, die mannetjes volgens mij ongeveer even veel waard zijn. Maar dan moet ik heel eventjes kijken. Oh ja, die Mikey is daar volgens mij. En die bolle. Chunk. Volgens mij is die Chunk. Die zijn het meest waard. Maar de andere plaats scheelt niet veel. Oh wacht, sorry. Dat doodshoofd is uiteraard het meest waard. En dat is altijd als ik er een review over doe, dan gebeurt er helemaal geen klap. Ik heb dat de laatste tijd steeds vaker, maar dat komt ook gewoon omdat ik op een of andere manier, ik lijk mij niet te kunnen winnen. En ik heb wel van die dagen dan, ja, al doe ik er dan 1000 euro in stoppen, dan in welk spel ik ook speel, dan valt er gewoon geen enkele bonus. En ik heb het ook wel eens andersom hoor, dan valt de ene bonus naar de andere. Maar
Ja, ik zit even in een downswing, om het zo maar te zeggen. Dus ja, soms een beetje betekent als je die filmpjes van mij ziet met die grote winsten ertussen, maar er zijn natuurlijk momentopnames. En soms duurt het echt heel lang voordat je daar een leuke win bij hebt. Maar wat is wat ik ga doen? Ik speel hem tot de 70 en als we dan geen feature hebben, dan plak ik alle features hier wel achteraan. Want daar lijkt echt maar dan ook echt geen zin in te hebben. Maar het is best prima kastje hoor. Het rijdt heel makkelijk weg. En ja, ik vond de eerste eigenlijk ook wel leuk. En ik moet eerlijk zeggen, de Goonies. Daar heb ik al een klein beetje een zwak voor. Ja, kijk, dat heb ik tijdens de eerste review ook al gezegd. Ja, dat is toch wel een van mijn favoriete avonturenfilms. Nou, dan gaan we nog een paar contacten zend doen. Kijken of we toch nog één viertje kunnen krijgen. Ja, en ik zeg al, als hij er net of nu helemaal geen zin in heeft, dan is hij vrij saai. Ja, dat geldt eigenlijk voor elke kat natuurlijk. Hey, ik wou net zeggen, wat gebeurt er nou? Ik heb hem nog nooit gezien. €12, oké. Okay. Dat was niet bij het origineel. Ik dacht even dat het bijna een bug was of zo. Een aparte feature inderdaad. Maar dan nog. Ik heb liever die bonus. Nou, kom op, doe eens iets. En laat ook minder die bonus-symbolen zien, heb ik het idee. Nog 8 keer draaien. Prijsje wat hij nu geeft. Dus hij heeft er gewoon echt geen zin in. Ik had nog geluk dat ik dat tientje kreeg net, maar dat had ik eigenlijk moeten pakken. Ja, ik heb die €70 al in mijn hoofd. Kom op, het zal mooie timing zijn. Ah, het zijn er wel voorbij komen. Laatste. Ja, ik zeg al, hij heeft er nu. Vandaag heel eventjes geen zin in, maar ja, het is best een prima kastje, speelt leuk weg en als je van de Goonies houdt, dan is het, ja, dit is toch wel een beetje nostalgie. Voegt hij veel toe ten opzichte van het origineel? Nee, want het is eigenlijk precies hetzelfde op een enkele feature na en het design is net een klein beetje gepimpt, zeg maar. Maar dat zal je wel zien in die bonussen. Het zijn wel, je hebt dan in principe wel 6 andere bonussen. Wel een paar met gelijke namen, maar de uitwerking is anders en dat is leuk. Dus als je de eerste leuk vindt, kan dit, ja, is het leuk om deze te spelen, omdat je dan toch weer eventjes een paar nieuwe bonussen kan spelen. Maar gaan we kijken naar de beoordeling. Ja, moeilijk, want daar voegt niet heel veel toe ten opzichte van het origineel dus. Wel leuk, dus ik hou hem voor de verandering weer eens in het midden. Dus de Goonies Return van Blueprint Gaming krijgt 3,5 ster. 3,5. Zo moet ik het eigenlijk doen. Ik zal hierachter nog wat features en zo plakken. Dan kan je in ieder geval zien ja, dat hij best leuk is en als hij er wel zin in heeft. En dan kan je ook een beetje zien wat de potentie van deze kast is. Maar goed, dat was de review voor de Goonies Return. 3,5 ster. Yo. We'll be right back.
Oeh, yes. Kijk er namelijk omhoog. One Eyed Willy is de hoogste die we hebben. Weer die. Pokken. €9. Hey you guys. Hey you guys. Truffle shuffle. Links. Oh nee. Zo is mogelijk. Nou, komt weer. Nou, kom op. Yes. Een windspin. Die heb ik nog niet gehad. Oh, dat meen je niet. Is dat alles? Yes! Kom op, één van die hozen, alsjeblieft. Oké, die hebben we niet gehad. Dat telt de vriespins. Ben benieuwd. Vervangt. Staat nou vervangt. Na de laatste ronde kunnen we 5 of meer money spins doen. Staat al heel vaak geschreven. Maar goed. Intuïtief wel, we zullen zien. Oh, die wapens blijven staan of niet? Nee, dat is apart. Dat wordt dan een topsymbool of zo dan op de laatste spin. Moet wel die laatste nog een weld worden. Ja, niet die. Ja, dat is redelijk. Bovenin nog. Oh, daaronderin is ook goed. Kijk, één topspin nou. Dat moet een redelijk goede worden voor mij. Patel is superspin. Dat is een redelijke deck. Zou ik zeggen? Ja, €50 of zo. Misschien wel meer, het is bijna volle bak. €58, valt niet. Nou, voor zoveel waals. Dus €472, maar is niet slecht. Kies een sleutel.
Oh, precies alles. Waarom heb ik dat er al? Ik ben zo slecht in het kiezen. Big Queen. Ah, dat was lekker. Dan ben ik weer terug. Ik begon met 100, dus sta ik weer helemaal terug. Oh, we komen weer. Ah, weer die slechte. Die hidden treasure die hebben we nog niet gehad. Nou, ik had hier nog nooit een goede mee gehad. Volle bak. Of hij moet een van die mannetjes geven. Oh, bonus. Dat is top. Kom op. Eén van die bovenste twee. Oh nee, dit is het allerslechtste. Booby trap bonus. En die hebben we nog niet gehad volgens mij. Dus we gaan hem kijken. Dat is volgens mij dat is het allerslechtste. Dus daar kan je niet veel mee winnen. Draai de sleutels om een prijs te winnen. In de onthullen beëindigt de functie. Je kunt ook nog een andere bonus onthullen. Oké. Okay. Ah, heel tijd de verkeerde. Hoe is dat mogelijk? Innen. Oké, 16 euro. Het was een hele snelle, maar goed, we hebben die ook een keer gezien. Nou, kijk of het hetzelfde is. Hier is een treasure. Oh, dit is de slechtste. Ik heb nog nooit een goede mee gehad met deze. Dat kan wel niks zijn. Hè? De bonus. Booby trap bonus, die ken ik niet. Water slide dingen, die ken ik ook niet. Selecteer het muntje om langs het pad naar beneden te gaan. Land op een wiel. Om je op weg te helpen, bereik Big Money om een grote geldprijs voor extra functies in het computer. Oké, oh dat is leuk. Niet dood nou, alsjeblieft. Nou, ik zit al op een tientje. Ik moet minimaal bij de 25 keer zijn. Dat moet ik nooit zeggen, want dan kom ik erop. Ik ben eindigt hier op 25. Oh, nog niet eens. Het zijn andere bonussen als bij dat eerdere spel. Dus dat is leuk. Ja, hij komt.
Yes. Bonus boost. Kom op. Doe het. Ja. Ja. Kom op. Yes. Kom op. Eén van die bovenste twee. Die heb ik nog niet gehad. Ja, de skeleton die heb ik ook nog niet gehad. Ik wil eigenlijk die voltage of die one-eyed Willy. Die one-eyed Willy. Oh, wat een slide. Die heb ik al gehad. Even gaan gokken. Klopt, de skeleton heb ik ook nog nooit gehad. Doe het een keer. Yes! Kies een sleutel aan het einde van de rondes om meer rondes te winnen of extra functies op te kennen. Inclusief super gestapelde verrassingssymbolen. Oké. Okay. Oh, dat is weer een beetje hetzelfde. Dus je moet zoveel mogelijk van die skeletjes hebben. Kies een sleutel. Oké, zo. Dan moet er eigenlijk dus een skeletje links vallen. Kom op. Oh, dat is verkeerde. Skeletje, yes! Nou, plaatje. Oh, nee. Kies altijd de verkeerde. Fuck, wizards. 15 euro, dat valt tegen, zeg.